Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben zoals gewoonlijk weer een beetje aan de late kant. Mijn kleine is net wakker, het is 9:15. Ik heb echt een super lekker weekend gehad. Vrijdag kwamen nichtje en een vriend. Zouden we 30 seconds spelen? Dat is echt niet van gekomen, we hebben alleen maar gechilled. En zaterdag kwam familie lekker eten, hebben we hier gegourmet. En ja, het was net kerst, het was echt gezellig. Alleen mijn huis stinkt nog steeds. Ik heb echt super slecht geslapen, want ik heb ook weer mijn beachways gedaan, maar vandaag, super slecht geslapen, want ik weet niet, ik was gewoon onrustig. Ik was om 9:00 s'avonds fucking moe, toen ben ik in slaap gevallen tot 9:30 of zo en daarna, ik lag gewoon tot 3:00 wakker. En ik heb een buurman die volgens mij COPD heeft en bijna doodgaat, want die is elke nacht en ochtend is hij zo echt net alsof de fucking exorcist in hem zit. En die eruit moet. En mijn buurvrouw, volgens mij is ze er gisteren achtergekomen dat er vent op Tinder zit of zo. Want die draaide alle emotionele nummers van Beyoncé vanaf 8:00 ochtends. Dus ja, wat kan ik zeggen? Zin in. Hey, Kees! Ja. Gaan we zo naar omaatje? Kijk zijn hoofd, die wil me toch opvreten? Lekker sticky! Ik heb vandaag aan een vest van de Primark. Besef deze legging. Deze had ik gekocht bij de Vibra. Wanneer was dat? Zaterdag. Ik draag mijn Jordans. Ze zijn zo geweldig met glitters. Ik weet niet of je het kan zien, maar love deze Jordans. En ik heb nog meer geshopt, hè. Ik was naar de Zara gegaan, had ik deze jurk gehaald. Love deze jurk. Even serieus. Gewoon met een paar vans of zo. Vind ik die Jordans leuk om. Weet je, ik hou echt van deze Jordans. Ik heb ze gekregen voor kerst. Ze waren knijterduur. Maar ik weet niet, man. Ik vind ze gewoon niet mooi aan mijn voet of zo. Snap je dat? Het is zo'n gekke soort van afgekapte neus. En hij maakt mijn enkel echt humongous. Nu heb ik ook best een humongous enkel. Maar goed. Waar was ik gebleven? Zo lekker, lekker beginnetje weer, zeg. Man. En ik had deze jurk bij de Zara. Ik vond hem echt leuk, want ik heb ook zo'n broek met die strepen. Dus ik dacht, dan kan ik zo een jurkje erop doen. En heb ik een soort van chilla outfit. Ik ga mijn kind aankleden, anders ben ik echt te laat. Oh, volgens mij ben ik net door rood gereden, omdat ik weer niet op zat te letten. Wat een ochtend. Sommige ochtenden denk ik echt, life is great. En soms denk ik eigenlijk wel gewoon dat heel de wereld, fuck de mensheid. Ik zou eigenlijk willen dat heel de wereld er gewoon niet was. Ik vind het echt zwaar hoor. Ik heb echt respect voor alleenstaande moeders die meerdere kinderen hebben. Ik vind het met één vind ik het echt al best pittig. Gewoon de dingen die jij al moet doen voordat je überhaupt op werk bent. Dan ben je gewoon soms al gewoon helemaal gesloopt. Het is nu ook fucking koud buiten, maar ik ga altijd naar buiten met een zweetsnor. Altijd. Ik ben altijd helemaal bezweet. Het is best warm in mijn huis, zonder dat ik de kachel aan heb of zo. Nou, dan ben ik gewoon helemaal oververhit. Nou, dan breng ik hem naar mijn moeder. Nou, meestal komt mijn moeder naar buiten om hem aan te pakken. Dat is echt heel fijn, maar vandaag niet. Moet je weer 6 trappen op voordat je kind überhaupt ergens is. Nee, dit leven is af en toe echt best pittig. Maar ja, ik moet niet zeiken, want ja, zo, ik zie er trouwens echt uit als een lid van Murder Inc. Man. Now flush. Kan iemand misschien even een cappuccinootje voor mij zetten? Nou, ik ben net thuis. Ben lekker op een zonnebank geweest. Eten was echt gezellig. Ik had een beetje last van mijn maag en wat je echt niet moet doen.
als de lichaamsventilatie aanstaat, is een poepje laten onder de zonnebank. Heftig. Maar ik ben wel lekker warm. Brand, 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 brand. Morgen naar het ziekenhuis. Laatste afspraakje. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ik ben in het ziekenhuis. Het is dinsdag. Ik heb zo mijn opname consult. En als het goed zo, ik kan de operatie laten. En het mooie vind ik, kijk, die extra brede stoelen. Ik ga helemaal stuk. Van mijn afspraak. Ging op zich wel goed. Ik kreeg 2 vragen. 1. Waarom wil je dit? En 2. Ben je gestopt met roken? Nou, waarom wil ik het? Ik doe dit niet om Hollands Next Topmodel te worden. Ik doe het echt gewoon om een gezonde moeder te worden voor mijn kind. Mijn moeder heeft heel veel vervelende ziektes die onder andere komen door overgewicht. Ben ik gestopt met roken? Ja, ik ben gestopt met roken. Ik heb nog wel af en toe een sigaret gerookt. Maar ik sta niet op met een peuk en ik ga ook niet met een peuk naar bed. Dus dat is heel fijn. Dat heb ik in ieder geval afgeschaft. Daarnaast krijg ik nu nog een aantal afspraken. Ik ben op de wachtplaats of op de wachtlijst gezet. En de wachtlijst is 4 tot 6 weken. Dus dat houdt in dat ik in uiterlijk half april word geholpen. Dat is heel fijn, daar ben ik echt heel blij mee. Ben ik sowieso skinny voor Mysteryland, dat is sowieso lekker. Nee, ik ben heel blij dat het super snel gaat. Nog wel een paar afspraken, waaronder een bijeenkomst met een diëtist. Ik hoefde gelukkig niet het psychologische... de psychologische weg af te gaan. Ik hoefde ook niet naar een diëtist. Dat zou het hele proces misschien nog wel verlengen met een jaar. Maar in de eerste afspraak zei de arts al tegen mij, volgens mij ben jij intelligent genoeg om te begrijpen wat dit allemaal inhoudt. En volgens mij heb je ook genoeg pogingen ondernomen om af te vallen. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat het gewoon allemaal lekker bam 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 snel gaat. Nou ja, snel. Ik ben in januari begonnen, dus ik zit er nu ongeveer 2 maanden in het hele proces. Die bijeenkomst houdt gewoon in, wat kan je eten na de operatie, hoe ziet je leven eruit qua voeding, ik moet dadelijk 6 keer per dag een kleine portie eten, wat kun je drinken, dat soort dingen. En daarna heb ik nog een afspraak met een narcotiseur en die vertelt mij hoe ze mij in algehele narcose gaan brengen. Dus dat zijn mijn afspraken die ik nog moet doen. Die afspraken gaan binnen nu en een maand gebeuren. Dus nog 2 afspraken en dan lig ik als het goed is op de operatietafel. Ik ben niet echt zenuwachtig, ik heb hier best naar uitgekeken. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gaat na de operatie. Ik heb best een druk leven en een hoop verantwoordelijkheden. Dus het idee dat ik er minimaal 2 weken uit ben, heb ik wel zoiets van is wel fucked up. Maar ik denk dat op lange termijn dat dit gewoon een hele goede beslissing voor mij is. Dus that's it. Morgen, het is vandaag woensdag. Mama dag! Echt jammer dat het zo koud is, want we zouden naar Efteling gaan. Maar ja, dat ga ik echt mijn kleintje niet aandoen. Dus we hebben besloten om naar Tiki Bad te gaan. Vanmiddag gaan we naar Tiki Bad. Ik heb geen keus. Wil je een stukje nog? Nee. Neem dan. Nee. Dus we gaan lekker zwemmen mee, ze is ook echt gek op zwemmen. Dan neem ik maar gewoon een vliespakje voor mee en een mutsje. Ik heb trouwens echt lekker geslapen. Meesje werd echt laat wakker. Die was om 8 uur wakker. Maar op een gegeven moment... ik hoorde hem niet huilen of zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog even lekker chillen. Toen was hij weer in slaap gevallen. Ja, je was weer in slaap gevallen. Tot 10 uur of zo. Mandarijn, jij wacht. Niet helemaal. Dan ga je stikken. Hey. Mama gaat je een stukje geven. Dus ja, dat gaan we doen vandaag. Is het lekker, baby?
lekker flesje. Ah, je bent zo'n lekker toetje. Even lekker ontbijten, hè? Wie is deze baby? Wie is deze baby? Hey, niet aan het touwtje zitten. Wie is deze knappe cookie? Gooi je nou zomaar je fles weg? Juist mijn eerste traumatische babyervaring gehad. We zouden naar Tiki Pad gaan, maar ik was een beetje aan de dunne, dus ik dacht beter gaan we niet zwemmen. Maar deze hier, hey, hij zat even in zijn box. Ik haal hem uit zijn box. Alles zit onder de stroom. Alles. Gewoon, het zat boven aan zijn rug. Het spoot, nou bij zijn beentje was het er niet uitgespoten, maar zijn romp aan de bovenkant, alles zat onder. Dus die zit nu even lekker in bad. Ik ga hierna ook douchen. Ik voel me niet helemaal lekker. Dus we blijven gewoon lekker thuis. En aangezien het min 50 is, maakt het me ook echt niet uit. Zo Jane, wat heb je gedaan vandaag? Nou, helemaal niks. Ik ben echt blij dat we niet naar Tiki Pad zijn geweest. Als we dat hadden gedaan, was zeg maar... Die luier van Mees was in het Tiki Pad gebeurd. Dus het is altijd goed om naar je gevoel te luisteren. Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar gedoucht. Een beetje het huishouden gedaan. Ik heb alleen maar een schone pyjama aangedaan. Ik ben van de ene pyjama naar de andere pyjama gestapt. Maar goed. Morgen weer lekker werken. En ik ga de vlog voor vandaag even afsluiten. Want... gaat niks worden. Het is vandaag donderdag. Ik ga zo naar kantoor. Ik heb gisteren niet heel veel boeiend gedaan. Alleen wat ik wel echt heel leuk vond. Is dat ik een meisje had leren kennen op zo'n moedergroep op Facebook. En ik had het zo over kleren. Dat ik al mijn kleren wegdeed. Bla bla bla. En ja, ze had het gewoon een beetje lastig en een beetje moeilijk. Dus ze kwam gisteren een jas kopen en een trui kopen. Echt voor een heel klein prijsje. En toen zei ik van nou, ik heb nog allemaal dingen in de schuur staan. Dus kijk maar. Dus dan had ik echt 3 van die grote IKEA-tassen voor haar meegegeven. En daar was ze zo blij mee. Dus ja, dat deed mij ook weer goed. Ik zal ook even laten zien wat ik aan heb. Ja, ik heb vandaag aan. Ik heb trouwens oogschaduw op van dat W7 Berry Palet. Dat lijkt een beetje op dat Modern Renaissance. Maar aangezien ik niet echt een expert ben op het gebied van... deze shit oogschaduw, dacht ik, ik koop even een cheapen. Ik heb een vintage Levi's blouse aan, een flared velvet van de voor F21 Plus en een soort van Chloe lookalike boots. Dus dat gaat hem worden. Ik ga snel naar werk en mijn kleine afdruk. Oh mijn god, ik heb zo'n mazzel gehad. Mijn collega appt me net van, yo, de koffie is op kantoor. Nou, dat is natuurlijk een ondenkbare situatie. Dus ik zeg, ja, oké, is goed. Ik ga maar even koffie halen. Dus ik naar de Aldi met mijn ochtendhoofd. Dus, zit eentje achter me te drukken, jongen. Dus, ik zet hem neer. Dus ik kom terug. Ik zie dat ik op een gehandicapte parkeerplaats sta. Maar er staat zo'n stadswacht of zo, staat er alweer bij met zijn boekie. Dus ik zeg, oh meneer, ik had het niet gezien. Ik moest koffie hebben. Zonder koffie kan ik niet functioneren. Je ziet het, je ziet het. Hij zegt, nou wijfie, volgende keer lekker een bakkie samen drinken. Ik zeg, tuurlijk meneer, tuurlijk. Doen we, doen we, doen we. Nou, scheelt me weer 240 euro als het niet meer is. Het zal wel echt een duur bakkie koffie worden. Deze guy.
Echt een topleven heeft hij. Oh, dat kapseltje ook van Tim. Even serieus. Lijkt me een kokosmat. Nee, hij sowieso niet. Hij wordt gewoon kou en hij heeft gewoon een staartje. Heftig. Mees, heb je het naar je zin? Hey, deze guys. He's living a life. Ik ben zo temptation verslaafd. Besef ook even mijn WhatsApp gesprekken. Dus ik stuur naar een vriendin. Temptation. En zij stuurt terug. Temptation. Heel de dag door, jongen. Als het woensdag is, altijd deze voice memo. Ik ben er zo verslaafd. Het kaas loopt gewoon uit de oren. Mees, hou je ook van Temptation? Kom maar! Oké, er is één ding in het huis waar Mees helemaal stuk om gaat. Ben je er klaar voor? Mama kusje. Geef je moeder een kaas. Zullen we kusje met tandjes? Je moet mijn lippen kussen. Goedemorgen mensen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb een helse nacht gehad. Waarom? Mijn kleine was om 3:30 klaar, wakker. En er kwam een soort van raar gezoem. Hoorde ik ineens zwaar in mijn huis. Alsof mijn buurman heel de nacht een aerobed aan het opblazen was. Zoiets. Dat is ook super irritant. En mijn vriend sliep bij mij. En als die klein dan wakker is, dan past hij gewoon niet bij ons in bed. Want ik heb een 1,40 bed. Ja, ik was toen gewoon alleen, dus ik dacht, ja, fuck it. Maar, dus mijn vriend was op de bank gaan slapen. En mijn kleine in bed. Nou, helemaal vissa dat kind. Dus op een gegeven moment om 4:30 heb ik hem in zijn eigen bed gelegd met een flesje warme melk. Hij was trouwens ook helemaal ondergezeken, terwijl ik al een maat groter qua luier heb. Dus ja, het was gewoon best een pittig nachtje. Toen was eindelijk dat gezoem weg, viel ik bijna in slaap, hoorde ik dat gezoem weer. Kartoon helemaal paraloco. Dus ja, vanmorgen moest ik hem eigenlijk naar mijn moeder brengen, maar aangezien mijn vriend bij mij was, kon mijn moeder hem ophalen en is mijn vriend hem nu aan het aankleden en alles. Ach, thank god. Dus ja, ik ben nu onderweg, het wordt wel een leuke dag. Ik ga vanavond, is een afscheid van de stagiaires van kantoor, we zouden uit eten gaan. Maar we gaan nu zeg maar bij mij lekker tappertjes eten en misschien gaan we dan uit. Maar aangezien ik tegenwoordig echt oma ben, weet ik niet of dat wat gaat worden. Ik besef, vroeger was ik echt de shit. Mensen die feesten organiseerden in discotheken appten mij of ik wilde komen zodat ze me op de gastlijst konden zetten. Dus deze over. Ik heb geen leven meer. Maar ja, goed. En dan moet ik ineens met dit vatsige lichaam, want voordat ik zwanger was, was ik gewoon lekker. Moet ik ineens met het vatsige lichaam weer naar de club, weet je? Dat mensen me zo zien van, zo is dat Jay, zo is het echt dik geworden, man. Ik heb me even klaargemaakt. Mijn gezicht gefixt. Ik heb een gezellig glittertopje aan. Kip zit in de oven. Kwarktaart staat in de koelkast. Huisje heb ik even helemaal gezellig gemaakt. Laat ze maar komen. Ze zijn er. Oké. Cheers, bitches. Cheers. Oké, omdat jullie altijd zaten te zeiken. Dat het koud is. Nou. Oh, lekker ballen. Oh, dit is zo leuk. Oh, dit is leuk. Oh, lekker
Oh my god, dat is zo leuk! Ja, tuurlijk! Oh, dit is zo leuk! Het is een kat met... Het is een unicorn kat. Unicorn kat. Hoe schattig is het? Superleuk! Eten en het duurt zo lang, dus ik heb ze net een truc geleerd. Hoe eet je kip als een baas? En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik er zo uitzie. Maar vleugel, kipvleugel. Gatten. Mislukt. Oh. Ik kan echt wat over een mens zeggen over hoe ze kip kluiven. Jij bent sowieso een Nederlandse vrouw. Jij bent een Hindoestaanse vrouw, dat zie je. En jij bent die gekke Maluku. Die gekke kluivert. Met je handen eten, hè? Ik noem jou Patrick vanaf nu. Patrick kluivert. Oh, shit, man. Ik wil ook! Goals! Daar gaat ze hoor. Ik ga even iets opschrijven. 0,3 kubieke meter. Ja hoor. Ja, ik wil ook een foto. Living the life! Waar zit je? Ding, 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 ding. De morning after. We zijn eruit gegaan. Sommigen wel, sommigen niet. Ik niet. Ik denk beter van niet. Mijn beste vriendin is blijven slapen, die is al naar huis. Aangezien zij ook moeder is, was ze om 7:30 al wakker. Mijn nichtje is wel uitgegaan, maar ja, die is sinds kort weer vrijgezel na 3 jaar locked up abroad. Dus ik begrijp het wel, dus die is lekker gevlogen. Dus ik hoor vanmiddag wel alle details. Stagiaire meisjes zijn allemaal naar huis gegaan, want die wonen allemaal ver. Dus ja, aangezien het ging sneeuwen, ging allemaal niet goed. Ik heb echt een gezellige avond gehad. Al was ik gewoon thuis. Mijn kleine is lekker bij mijn moeder, die ga ik zo ophalen. Ja, wat kan ik zeggen? Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb geen kater, ondanks ik gewoon nog een wodkatje in bed heb gedronken onder de dekens. Ik spoor echt niet. Ja, ik krijg gewoon geen rem, dus in niks. Ik heb net ontbeten met korktaart. Oh, 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 oh. Als ze dat horen van die maagverkleining. Als ze dat horen. Nee, het was echt een gezellige avond. Dus ja, mijn wasmachine draait al. Ik voel me goed. Ik ga zo van mijn haar verven. En ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie echt bedanken voor het kijken. Doe even lekker een duimpje omhoog. Abonneer je even lekker. Hartstikke gezellig, joh. Ik begin het nou een beetje onder de knie te krijgen. Volgende week wordt een... Oh nee, dat is die week erop. Hey, blijf gewoon lekker kijken. Thanks! Hey, Miss Fatty, you a murder.